Welkom bij Tumult. We hebben vandaag 5 onderwerpen voor u. En we beginnen met... We beginnen met een Nederlandse band die de Beatles vertolken. De Beatles Magical Mystery Tour, om precies te zijn. Ja, en daarnaast gaan we een buitenbeeld bekijken. En jij bent bij de initiatiefnemers geweest van Artpub. Ja, zeker. En we hebben een nieuwe rubriek. En daar gaan we binnenkijken bij Bredanaars over wat zij aan kunst in huis hebben. Maar we beginnen met de opening van de tentoonstelling in het Bredase Museum, geopend door Hanneke Groenteman. In het Bredase Museum is de tentoonstelling Dat is ook een portret geopend. Hierin is de ontwikkeling van het portretteren door de tijd heen te bekijken. Ja, dat is natuurlijk leuk. Ik heb een selectie mogen maken uit de collectie. En dan kom je natuurlijk oude werken en nieuwe werken tegen. En bij deze van Verschendel, een zelfportret, zie je nog heel duidelijk. Hij portretteert zichzelf helemaal niet als kunstenaar bijvoorbeeld. Maar eigenlijk als de wetenschapper die hij is. Het stapeltje boeken wat hij naast zich heeft. Echt van kijk mij is belangrijk zijn. Want onderscheiden van de ambachtsman die de kunstenaar ook was. En hij krijgt, dat is bekend ook van dit werk, is ook wel een grapje. Hij krijgt een ridderonderscheiding nog nadat het schilderij al af was. En die schildert hij er nog even bij. Dus dat zegt natuurlijk iets over de eerzucht van die man. Eeuwenlang stond het ego van de afgebeelde persoon in de kunst centraal. En vanaf de 20e eeuw veranderde dat. Toen werd steeds meer de persoon en het verhaal achter de persoon belangrijker. Cecile Verwaaien pakte natuurlijk heel anders aan dan Petrus Verschendel. Dit is ook misschien wel het meest recente werk in de hele tentoonstelling. Het is echt net af. Zij heeft hier haar eigen zelfportret eigenlijk gemonteerd in een beeld wat ze kent. Een klein houten beeldje uit het Rijksmuseum van de Mater Dolorosa. Ze heeft dat beeld gebruikt en getransformeerd naar een zelfportret. En dat heeft ze helemaal met de hand geborduurd als een soort vorm van troost, wat natuurlijk de Mater Dolorosa ook was. En daar heeft ze ook een hele mooie titel, You May Leave Your Sadness Here, in de rand geborduurd van het werk. Wat het eerste in mijn hoofd opkomt is hoe ontzettend moeilijk het is om een portret te maken. Daar heb ik 10 seizoenen lang alle afleveringen bij alle schilders met verbijstering naar staan te kijken. Dat ze gaan zitten, ze gaan kijken, ze gaan een omtrek maken. En nou, dan is al de eerste momenten, zijn al dat je denkt, hey, daar verschijnt iemand alsof het uit de... uit de ontwikkelaar van een foto kwam, de vroegere ontwikkelaar. Dat vond ik, dat ik het een heel moeilijk vak vind. Schildersnamen als Gerard van Honthorst, Petrus van Schendel of hedendaagse namen als Teun Hoks of Peter Kantelberg, onder grote belangstelling wordt hun werk hier bekeken. Ja, de veelheid vind ik dus juist belangrijk. Ja. Dat vind ik dus wel goed, omdat het ook de bedoeling is om dat op verschillende manieren te kunnen benaderen. Dus het thema, portret, ja, wat al eeuwen bestaat. Wat ik daar wel vind, dat, ja, en daar kom ik een beetje op technieken. Ja. Ja, dat gaat niet anders, want dat is heel duidelijk in deze tentoonstelling. Ja, dan zou ik zeggen, dan mocht dat in sommige gevallen wel een strengere selectie zijn. Maar kwaliteit, dat kun je moeilijk beoordelen. Hè. Ik vind dat er heel mooie werken hangen. Ook degene die dan abstracter zijn, dat moet ook kunnen. Ik vind een slecht portret bestaat niet. Ik vind dit het mooiste schilderij, omdat het net echt lijkt. Vooral de waterdruppeltjes. Deze mooie tentoonstelling loopt nog tot en met 14 augustus in het Bredase Museum. We gaan iets anders doen. Jazeker, wij gaan naar onze rubriek, onze nieuwe rubriek. En daarin gaan we binnenkijken bij Bredanaars wat zij aan kunst in huis hebben. Ja, kan van alles zijn, hè? Van beeld, alles. Schilderij, fotografie, ja. Maakt niet uit. Ja, wat ze zelf eigenlijk bijzonder vinden en waar ze aan gehecht zijn. Waar gaan we naartoe? We gaan als eerste op bezoek bij Marianne den Ekster. Marian den Ekster moet ik zeggen. En aan het einde van het filmpje vertelt zij bij wie we de volgende keer gaan kijken. Nou, ik ben vandaag de eerste in de serie die ze huis openstelt om een kunstwerk te laten zien. En dit is een schilderij van Maud van Nie.
Ik heb het toen gezien bij Margreet, gastvrij Margreet in de Ridderstraat. En ik was er gelijk verliefd op. Een krachtige vrouw met de man erachter. En ik wilde het kopen. Dus ik vraag aan haar, hoeveel kost het? En toen zei Margreet na een week van, het is verkocht. Helemaal vergeten het schilderij, vond het jammer, maar ja. Totdat het Sinterklaas was en toen had ik het gekregen van mijn vriend, want die had het gekocht. Waarom ik zo viel op dit schilderij is omdat het heel krachtig opgezet is. De wimpers zijn heel fel, de mond is heel groot en het is gewoon ja, niet zo steriel. Het is kleurrijk en grof en toch duidelijk. Het hangt nu 3 jaar hier in mijn kamer. Ik ben een trotse bezitster van dit schilderij, Breda's kunstenares. Hartstikke leuk. En ik ken haar ook nog van carnaval, want ze zit in gekkenwerk. Ik geef het stokje door aan Ad Hurks. En waarom? Omdat hij een heel mooi beeld heeft staan in zijn zaak. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen bewonderen. Nou, dat was leuk om even binnen te kijken bij iemand wat hij aan de muur heeft hangen. Volgende keer weer. Ja. Ja. En jij bent geweest bij de initiatiefnemers van Artpub. Ja. Hoe was het daar? We hadden afgesproken in een bekend restaurant in Breda, in het centrum. En boven dat restaurant gaat Artpub plaatsvinden. En daarover vertelt hij in het nu volgende filmpje. Naast mij zit Joris Blankers van Artpub. En Artpub is nieuw voor Breda. Maar wat is dat eigenlijk, Artpub? Artpub is het nieuwe creatieve avondje uit. Mensen gezellig een avondje uitgaan met vrienden of met familie. En op die avond een mooi schilderij maken onder begeleiding van een kunstenaar. En dan aan het eind van de avond met een heel mooi kunstwerk weer naar huis gaan. En een leuke avond. En waar doe je dat? Nou, we doen het op meerdere plekken nu in het land. Het is begonnen eigenlijk al 10 jaar geleden met het geven van workshops. Maar we kwamen erachter dat mensen het gewoon heel gezellig vinden om in de kroeg te schilderen. Nu doen we dat in Utrecht en Amsterdam. En ook nu in Breda. En op hoeveel plekken zit je in Nederland in totaal ongeveer? We doen nu op ongeveer 12 plekken. Bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Den Bosch, Breda. En waar gaat het plaatsvinden in Breda? Het gaat plaatsvinden hier, boven, in boven Breda. Dus lekker in het centrum, gezellig. En mensen kunnen daar natuurlijk makkelijk komen. Ja, boven Breda, ik ken het niet, een beetje een geheime locatie. Maar het zit boven de plek waar we nu zitten, Popocatépetl. Een welbekend restaurant hier. En wanneer gaat het precies gebeuren? Het gaat 17 maart beginnen. 31 maart, een aantal data in april. Ja, en hoe drukker het wordt, hoe meer avonden we organiseren. Het is ook aan de kunstenaar en ook aan de mensen in Breda. Hoe vaker ze het willen, hoe vaker wij het kunnen organiseren. Okay. En nou zaten we net al even een beetje te kletsen. En toen vertelde je van, het is ook een beetje een interactie tussen ons en de deelnemers. Wat het onderwerp gaat zijn. Ja, kijk, wij weten natuurlijk wat mensen leuk vinden om te schilderen. Vaak dingen uit de natuur, mooie gebouwen, bekende kunstenaars. Maar heel vaak krijgen we ook gewoon hele goede ideeën van onze mensen zelf. Die zeggen, nou, wij zouden het heel graag willen om een keer bijvoorbeeld de kerk te schilderen of de grote markt. Nou, dan maakt onze lokale kunstenaar een stap-voor-stap schilderij. Mm-hmm. Waardoor zelf mensen met weinig ervaring en met een heel mooi resultaat naar huis kunnen gaan. Dan gaan ze dat gewoon naschilderen eigenlijk? Ja, en het leuke van naschilderen is, omdat je de veiligheid hebt dat het sowieso een mooi schilderij wordt. Zie je ook dat mensen veel meer creatiever kunnen zijn. Veel meer durven, veel meer lef hebben. Leuk. En toch heel leuk schilderij hebben. En ook nog tijd hebben om gezellig te kletsen en er een hele leuke avond van te maken. En een drankje erbij. Ja, een drankje erbij. Dat wil natuurlijk ook wel helpen voor de ontspanning en de gezelligheid. Dus gewoon een heel leuk avondje uit. Ja. En heb je voor Breda heb je ook al een kunstenaar? Of? Nee, voor Breda zijn we net begonnen. Dus we zoeken eigenlijk nog een leuke, enthousiaste kunstenaar. Die zegt, vindt het leuk om met groepen te werken en mooie dingen te maken. Oké, en waar kan hij of zij zich aanmelden? Nou, we hebben een hele mooie website, www.artpub.nl. Als je even een berichtje stuurt naar mij, joris@artpub.nl. Nou, dan zie ik dat met belangstelling tegemoet. Ja, en nou is het zo dat er meer mogelijkheden zijn. Want je vertelde ook iets over bijvoorbeeld bedrijfsfeestjes of vrijgezellenavonden. Dat kan ook geregeld worden. Ja, we zien natuurlijk dat mensen die nu het heel leuk vinden op zo'n avond zeggen, het zou ik heel leuk vinden voor mijn verjaardag of voor een vrijgezellenfeestje. Maar we zien ook heel vaak bedrijven die gewoon met 50 mensen bijvoorbeeld een avond willen organiseren om als teambuilding of meer creativiteit te stimuleren. Dat kan ook. Dus bedrijven zijn ook welkom voor privéfeestjes op de zaak of op locatie in het café. Oké, nou ik zou zeggen, ga even naar de website www.artpub.nl voor een goede kunstenaar en voor deelnemers die zich wilden aanmelden, denk ik. Ja, dus als je een leuke avond uit wil, kom naar ons. Oké.
Nou, dat is een hele leuke creatieve manier van uitgaan, vind je niet? Ja, absoluut. Onder het genot van een glaasje wijn, lekker schilderen. Ja. Dus kunstenaars, voel je geroepen om ArtPub te begeleiden in Breda. Ga naar de website en kijk hoe je je kunt aanmelden. Ja. Wat gaan we nu doen? Beeld in de buitenruimte. Dat gaan we doen. De rubriek is weer terug en we gaan kijken naar een beeld wat denk ik bijna elke Bredana kent. Denk het ook wel. Vind jij het mooi? Ik vind het heel mooi. Wat is het eigenlijk? Het is een sculptuur van Atelier van Lieshout. Een sculptuur en is het er een bepaald verhaal bij? Ja. Het is het moet een begroeting zijn van de passant. Dat je Breda binnenkomt. En een trechter in je mond zet. Dat is een consumptiemaatschappij wat hij ons op wijst. Oké, dus het is eigenlijk meer een statement? Duidelijk. Het is kritiek op de consumptiemaatschappij bij de ingang van Breda? Als kritiek moet je het niet zien. Oké, maar het is in ieder geval een plek waarvan de gemeente Breda en de mensen hierom in de buurt hebben gedacht dat het hier goed zou passen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Breda heeft een bijdrage gedaan. De bedrijven die hier zitten hebben een bijdrage gedaan. De wijkraad en eigenlijk iedereen die dit wilde ondersteunen. Wat grappig. En mochten ze dan kiezen waar ze hun geld aan gingen uitgeven? Of wilde, hoe komt dan uiteindelijk dit specifieke beeld hier terecht? Nou, gemeente Breda is hierin sturend geweest. Heeft de belangen bij elkaar gebracht, heeft een opdracht geformuleerd. En wie kiest er dan uiteindelijk? Hoe gaat het in zijn werk? Dat wordt gestemd. Oké, de meeste stemmen golden voor deze man of vrouw. Wat is het eigenlijk? Het is een pop. Het is een pop. Voor mij is seksloos in ieder geval. En wat doet hij of zij hier? Zij is een landmark. En iemand die de passant hier begroet van u betreedt Breda en wijst ons op de consumptiemaatschappij waar we in leven. Je kan me voorstellen dat mensen er ook een mening over hebben. Hoe krijg je daarmee te maken vanuit jouw werk? Ik word regelmatig gebeld met de vraag van God, wat doet die pop daar? En ook vaak van dat hij niet weg kan. Dus niet iedereen die heeft er iets mee. Maar ik denk dat bij elke vraag die gesteld wordt, de kunstenaar eigenlijk een grijns op zijn gezicht krijgt van dit is de bedoeling. De sculptuur van polyester, zei je, mogen we het aanraken, denk je? Dat mag je uiteraard, mag je dat aanraken. Schip. Kom, we lopen er even heen. Schip. Wat voor soort reacties roept dit beeld nou op? Krijg je daar iets van mee? Die zijn heel verschillend. Soms positief, maar vaak ook wel negatief. En dan, wat doe je daar dan mee? Dan leggen we nog eens uit dat kunst confronterend moet zijn. Is niet altijd alleen maar mooi, maar moet van toegevoegde waarde zijn in die buitenruimte. Het moet je triggeren, kietelen of wat dan ook. Dat doet hij geloof ik wel, hè? Ja, mij wel. Is er nog overwogen om het misschien bij de afrit dors te leggen gezien de trechter? Die heb ik al vaker gehoord, deze. Maar niet dus? Nee. Dank je wel. Dag. Nou, dat was Funnelman. Ja, ik wist niet Funnelman, dat het zo heet, ik weet hoor. Niet precies, maar in ieder geval, ik ben daar al zo vaak langsgekomen. Ja, ja. En nu heb ik in ieder geval een beetje een idee waar het uiteindelijk over gaat. Ja. Dus dat is wel heel wat, vind ik. Heel erg leuk, ja. We gaan alweer naar het laatste onderwerp van deze uitzending. En dat gaat over de band die de Beatles vertolken met de Magical Mystery Tour, de Analogues. En het bijzondere is dat er twee mannen uit Breda in zitten. Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk. Maar wat vooral bijzonder is dat de strijkers en blazers ook meedoen. En dat maakt de vertolking van de Beatles-songs toch wel zeer bijzonder. Ja, en Jackie had een gesprek met hem. Dit is wat we gaan doen vanavond met de Mystery Tour. Het was eerst een EP met 6 nummers. Later zijn er nog een paar singles aan toegevoegd en kreeg je een heel album. En dat gaan we spelen. En over het volgende nummer kan ik kort zijn: The Walrus is Barred. Zoals u wel
ziet, sta ik hier voor het Chassé Theater, waar vanavond een bijzonder optreden plaatsvindt, waar twee Bredanaars aan deelnemen. Het zijn namelijk de Analogues die hier de Magical Mystery Tour komen vertolken. Dat is een prachtige muziekshow die door de Beatles nog nooit live op het podium is gebracht. Ik heb een gesprekje met twee Bredanaars, bekend uit de oude muziekscene hier in Breda, te weten Bart van Poppel en Jacques van Beckhoven, beter bekend als Bapo en Bico. Gaat u met me mee? Bapo en Bico. Ja, zaten in een bootje. Breda, spreekt u mee? Van Poppel. Jacques van Beckhoven eigenlijk, hè? Maar ja. Ook bekend als Jacques Bico. Ja, maar heeft hij zelf bedacht? Nee, heb ik niet zelf bedacht. Dat is wel erg. Nee. Ja, maar niet... Nou ja, hoe dan ook. Jullie kennen elkaar ook al uit een ver verleden hier in Breda. En heel veel Bredaners uit de muziek zien kennen jullie ook al heel lang. Gezamenlijk in allerlei bandjes en grotere bands gespeeld. Maar nu, in de Analogues, toch wel op weg naar wereldroem, denk ik. Zo. Jij zegt het. Ja, dat denk ik wel. De Analogues zijn 5 mensen. En de blazers en de strijkers die worden aangevuld. Ik ben eigenlijk erg benieuwd naar het verhaal van het ontstaan van dit hele spektakel. Het idee is van onze drummer, Fred. Goed 2 jaar geleden heeft hij gezegd, nu gaan we het doen. En toen heeft hij mij in eerste instantie aangewezen om het... Kijken hoe en met wie. Ja. Nou, toen heb ik meteen Bico erbij gehaald. En, ja, ik moest wel. Dat kan niet anders natuurlijk. Nee, dat is onmogelijk. Dat had hij me nooit vergeven natuurlijk. En Jan, dat was ook een makkelijke keuze, omdat Jan natuurlijk heel erg goed die power van McCartney. Jan van der Meij, ja. En ook een groot Beatle-kenner, Beatle-liefhebber. Ja. Ja, en Diederik is, is een super, Diederik Nomde, super kracht ook qua van alles. En ze kunnen allebei vreselijk goed zingen. Ja. Maar die heb je dus uit je eigen circuit gehaald. Ja. Dat is de basis geweest. Ja. Ben je mee aan de slag gegaan? Nou, eerst zijn we de hele plaat opnieuw gaan opnemen. Gewoon alle stemmen, alle sporen. Dus alle instrumenten, alle zang, alle violen, alle... We allemaal helemaal... Gescheiden, zodat je goed... Ja, gewoon om het helemaal te... Zat. Om het te analyseren. Ja. En daar, aan de hand daarvan zijn we gaan repeteren. Maar ja, dan waren jullie met z'n vijven. Dus wat de Beatles deden, dat had je... Maar dan moesten die strijkers en die blazers erbij komen. Hoe zijn jullie daar dan aangekomen? De strijkers, die kende ik al. En we kenden Allard natuurlijk, van de auditie. En die heeft die blazers bij elkaar... gezocht. Wat denk je? Heeft Sir Paul McCartney al van jullie gehoord? Ja, dat vraagt iedereen. Maar... Ja, dat is zo'n lullige vraag, maar ik stel hem dan toch maar. Ja, maar daar kan ik geen antwoord op geven, want dat weten we niet. Nee. En daar zijn we ook niet mee bezig. En, kijk, wat ik wel weet is dat Sir Paul McCartney niet zo heel erg van al die coverbandjes houdt. Nee, er zijn er nogal veel. Jullie maken natuurlijk wel eventjes iets anders. En dat weet ik wel. Dat lijkt ook wel heel erg... Ja, maar... onder de indruk moet zijn van het feit dat jullie het wel misschien. Op het podium brengen. Want zij hebben dat zelf nooit kunnen doen. Nooit gedaan. Nee. Ja, dat is het verschil, ja. Tussen ons en de gewone Beatle naspeelbandjes. En dan is het zo, ze hebben inderdaad die platen zelf nooit live kunnen brengen. Dus zouden ze dat wel hebben gedaan? Zou het dan zo hebben geklonken zoals wij het nu doen? Ja, wie weet. We'll be right back.
Ja, de Analogues, ze spelen het echt heel erg strak. Ja, ze zijn echt ontzettend goed. Ja, ja. Echt heel gaaf. Maar aan alles komt een eind en zo ook aan deze aflevering. Dus we willen u bedanken voor het kijken en graag tot de mult. APPLAUS.